zondag 2 maart, dan is het weer zover. Dan zal hier door het centrum van Gilze de grote carnavalsoptocht vertrekken. Maar dit jaar zal hij anders zijn dan anders. Ging hij voorgaande jaren hier nog rechtsaf de Korte Wagenstraat in, dit jaar zal hij rechtdoor gaan de Nieuwstraat in. En wij willen graag weten waarom. En oma, zet je beste beentje voor. Christines, wij hebben één heel belangrijke vraag voor jou. Wat hebben de Leuktappers doen besluiten tot het veranderen van de optocht? Ja, zoals je weet, de Door, onze oude carnavalstempel, die is helaas gesloten. En om nou de optocht te laten eindigen op het hoogtepunt in een gebied waar het weer rustiger is, dat vonden wij niet zo'n goed idee. Dus wij denken, wij draaien de boel om en we gaan langs de nieuwe sporttempel, de Sporthal. En we eindigen dan mooi op het Sinakkerplein bij het café Anneplein. Maar de optoet zomaar omdraaien, dat is vragen om problemen. Wat is het probleem? Het probleem is die taak. Een laaghangende tak. Omdat de route voortaan langs het Molle Bos gaat, hebben de bouwploegen vanaf dit jaar extra bouwstress. Hoeveel staat er op de tekening? Altijd veel te vals, Bries. Is dat 7,25? 7,25, dat is gek. Ja. Terwijl de ene druk staat te meten, ondernemen anderen gelijk actie. We zijn nou aan het bouwen, we passen onze wagen erop aan. Hoor. Echt, ja, 7,15, 7,20 mogen we eens gezegd. Nou, 7,15 gaan we doen, maar... 6,95 meter. 7 en een bietje. Dat is niet genoeg volgens mij. Variabel bouwen dit jaar. Ja. Die bovenste 3 meter, die kan er nou niet meer op, die tak. Het zal wel helpen zijn, maar ja, als leuk dat we dat willen, ja, dan gaan we dat doen. Het is, ik denk dat het aardig voor de optocht is, maar dat zien we wel. En ook voor de groepen lijkt de nieuwe route voor extra problemen te zorgen. De route van de optocht is veranderd. Ja. We hadden even bij elkaar overleg. Dat en we nog dan vind ik hem zo gek. Dan komt onze creatie helemaal niet uit de verf. Nee. Nee, dat kunnen we beter niet meedoen, denk ik. Ik denk dat wij te weinig ruimte hebben in de Nieuwstraat voor onze creatie. Ja, dat denk ik ook. En, we zijn 7,30 meter hoog, is dat een probleem? Nee. 7,30 meter. 7,30 meter, dat is volgens Pristines meer dan ook genoeg. Maar de bouwers denken er anders over. Pristines, mogen zij zo doen we! Groot voordeel dus, we gaan dit jaar alleen maar rechtsaf. Ja, we gaan alleen maar rechtsaf. We laten de rij niet alleen links liggen, we laten links helemaal liggen. Iedereen links laten liggen? Zo doet het er niet volgens ons. Daarom stellen wij graag iedereen tijdig op de hoogte. Het land gaat naar de knoppen met de hele fluit. We moeten elke dag een stapje terug. Het is mooi geweest, nee, het geld dat groeit niet op